Thijs van Domburg. Klap nog even voor Thijs van Domburg. Top. Thijs is een sympathieke jongen. Ik niet. Dus ik denk, ik ben er gewoon eerlijk over. Dan weten jullie ook dat er wat dat betreft iets anders is. Ik ben gewoon niet een heel sympathieke jongen. En ik denk dat dat hier nog wel oké is. Dan kunnen mensen zeggen hoe. Maar in het echt is dat soms toch moeilijk. Ik heb het heel vaak gehad dat ik iets naar zei over iemand. En dat diegene achter mij bleek te staan. En eerst dacht ik heel lang van, goh, dat is toevallig dat ik dat steeds heb. Tot ik erachter kwam dat ik gewoon voortdurend nare dingen over andere mensen zeg. En vroeg of laat staan ze achter je. Met als dieptepunt, ik heb een keertje gezegd dat Peter Heerschop de Nederlandse Bill Cosby is. En dus stond Bill Cosby achter. En dat was een ongemakkelijk moment. Nee, ik weet niet eens, mensen weten wie... Peter Heerschop is, die neemt aan van wel, toch? Nou, is een Nederlands, ja, het is een comedian, dus wat betreft lijkt op Bill Cosby. En hij heeft ook in tv-series gespeeld, dus wat dat betreft. Hij heeft dan gespeeld eerst de eerste comedy-serie die ik me herinner waar hij in zat, die heette Sorry, meneer de minister. Dat was een remake van Yes, Prime Minister. Dat was een Engelse serie die, ik geloof, 30 jaar geleden een groot succes was in Engeland, en toen dachten ze in Nederland, ah, die gaan we 20 jaar later nog eens een keertje namaken. En toen hebben ze hem in plaats van sorry, prime minister, in plaats van yes, prime minister, hebben ze hem vertaald naar Nederlands met sorry, meneer de minister-president. En alleen al in de vertaling hoor je dat alles fout is gegaan wat er fout kan gaan. Want die hele serie draaide erom dat er dus een ambtenaar de hele tijd tegen de minister-president zegt ja, en ondertussen, nee, dat deed hij niet. En daarom was het zo'n succes in Engeland. Dat iedereen dacht, oh, die verduvelde ambtenaar. Dan zegt hij ja tegen de minister-president. En ondertussen, dat deed hij, nee. En, nou, daar zit de humor. En bij de vertaling moeten ze gedacht hebben van ja, dat is toch wel ingewikkeld. We kunnen beter gewoon die serie sorry meneer de president noemen, want dan zegt hij meteen al sorry. Dan is de humor weg, maar het is wel duidelijk. Maar hij zit nu in een andere comedy-serie, Peter Heerschop, die heet Jeuk. Het is ook een remake, dit keer van een Amerikaanse comedy-serie. De Amerikaanse comedy-serie heet Curb Your Enthusiasm. En dat is een hele pijnlijke comedie. En die heet Curb Your Enthusiasm. Probeer je enthousiasme een beetje om te buigen. Want een hele raar ding is, want juist enthousiasme moet je niet ombuigen. Je woede moet je ombuigen. Dus dat je al meteen denkt, oeh. En dus in de Nederlandse vertaling moet je gedacht hebben, ja, ja. Maar het is wel heel ongemakkelijk. Weet je wat, we noemen de serie Jeuk. Dan komt dat tenminste niet meer als een verrassing voor de kijker. Dat het een beetje ongemakkelijk is. Met als gevolg dat je het net zo goed niet kan maken. Dan heb je dus twee series verkracht, dan ben je de serie verkrachter. Nee, maar ik heb Bill Cosby nooit ontmoet. Nee, in mijn dromen niet. Nou, dat is niet heel goed. Als er één iemand is die je dromen niet wil tegenkomen, is dat natuurlijk Bill Cosby als je slaat. Maar goed, dus ik ben niet een heel sceptiek persoon. En ik heb de neiging om verkeerde dingen tegen verkeerde mensen te zeggen. Zo ben ik ooit, en dit is een waar gebeurd verhaal, dat wil ik jullie vandaag even vertellen, omdat het een soort jubileum is van dat verhaal. Verhaal speelt zich... Ik ben ooit beschuldigd van racisme, omdat ik nigger bitch tegen een meisje gezegd heb. Geroepen. Maar ik kende haar niet. En nu wil ik graag even uitleggen, want ik zou durven beweren dat de context in dit geval best wel belangrijk is om te snappen dat het wel meevalt. Maar ik moet even het hele verhaal vertellen. Ik was al lang vergeten dat ik dat gedaan had. Op een dag kreeg ik post. Ik kreeg een brief van de kleine komedie waar ik wel eens optreed. Daarin zat een andere brief van de kleine komedie. Stond erbij, ja Micha, dit is een brief voor jou van iemand. Wij sturen hem alleen maar door. Ik maak die brief open en er was een brief van, er zaten twee kaartjes voor mijn voorstelling in. Dus ik dacht meteen al, super sympathiek, weet je wel. Iemand die gewoon mij twee kaartjes geeft voor mijn voorstelling, want ik heb nog nooit een voorstelling van mij gezien. Maar toen bleek net die avond, moest ik zelf optreden, dus helaas kon ik geen gebruik maken. Toen ben ik die brief gaan lezen en er bleek inderdaad iemand te zijn in het brief begon dat ik was altijd een groot fan van je, dus voelde ik al dat het een beetje misging. En toen weet ik, brief, nogmaals, ik verzin dit niet, was geschreven door een meisje en ze schreef letterlijk, ik schrijf dit met trillende handen en ik ben helemaal in tranen
En toen kwam een heel verhaal dat ik haar nigger bitch zou hebben geroepen. Zij was een café binnengelopen en toen had ik geroepen, nigger bitch! En dat had haar nogal geraakt. En nu was ik een beetje in de war, want ik kon me er helemaal niets van herinneren. En dus ik haal mijn vriendin erbij en ik zeg, moet je dit zien? Ik krijg een hele rare brief. En zij zegt, heb jij iemand nigger bitch? Ik zeg, nee, dat zou ik nooit doen. En toen zei ze, maar er stond bij welk café dat was. Ik zeg, dat café ken ik niet. En toen zei ze, zoek dat dan even op Google Maps. Dus ik dat café intikken. En toen gebeurde er iets heel ongemakkelijks. Toen dacht ik, oh ja, dat zou eens gebeurd kunnen zijn. Maar, ik wist meteen wanneer dat gebeurd is namelijk. En dat was, en dat overdrijf ik niet, op mijn meest niet-racistische dag ooit. Ik bedoel, ik ben geen racist, maar dit was echt een behoorlijk niet-racistische dag. Zou ik van mezelf, daar ben ik echt wel trots naar. Ik moet even teruggaan naar 4 december 2012. Ik had het NRC gelezen. Ik las altijd het NRC. En bij het hoofdredactioneel commentaar ging in 2012 over de Zwarte Pieten discussie. Ik weet mensen dat ze het nog herinneren, maar daar was een poosje geleden heel veel over te doen. Is Zwarte Piet wel of geen racist? Het hoofdredactioneel commentaar van het NRC schreef die dag dat er niks racistisch aan het Zwarte Pietfeest was. Zwarte Piet, die was zwart vanwege de schoorsteen. En iedereen die daar racisme in zag, die begreep het niet. En die wilde de Nederlands volksfeest kapot maken. En ik weet nog dat ik dat las en dat ik dacht, ja, dit gaat mij te ver. Nogmaals, ik ben niet tegen racisme. Voordat jullie allemaal denken, oh, daar staat er weer een die tegen racisme bent. Absoluut niet. Dat soort types heb je natuurlijk, hè? Van die mensen die overal waar racisme is, dat mag niet. Ik heb niet over de types die bijvoorbeeld de Gouden Koets zien, en ik weet niet of mensen dat weten, maar op de Gouden Koets staan 3 slaven. Die staan niet op de Gouden Koets, dat zou een beetje gek zijn. Hallo, dan mag je hem trekken of je gaat niet mee. Je bent een slaaf. Ze zijn afgebeeld op de Gouden Koets. Er zijn 3 slaven afgebeeld. En er zijn mensen die zeggen, ja, dat is racistisch, dat moet van de Gouden Koets af. En ik ben het er niet mee eens, want ik denk van, als ik die Gouden Koets zie, dan denk ik, ja, een Gouden Koets, dat is duur, waar komt dat vandaan? En dan zie je die slaven en denk je, oh ja, ja, nou, over die rug dus. En dan, nee, maar het is een hele goede geschiedenisles. Die zie je die koning, en denk, oh ja, 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 slaven, nee, kan ik het ook. En dan, zo weten we een beetje waar we het vandaan hebben. Dus ik ben niet tegen racisme. Sterker nog, ik zou durven zeggen dat het hele idee van Zwarte Piet, volgens mij, en daarom is het zo leuk, is dat het racistisch is. Nee, maar dat is toch het hele idee van Sinterklaas, is toch om te kwetsen. Dat vergeten mensen wel eens, maar we hebben bijvoorbeeld Sinterklaas Kapoentje. Dat is een liedje wat kindjes nog steeds iedere avond zingen. Wat betekent nou eigenlijk kapoentje? Een kapoentje is een gecastreerde haan. He, dus als je zingt Sinterklaas Kapoentje, dan zing je eigenlijk over de bisschop, Sinterklaas, dat hij een kapoentje is, een gecastreerde haan. En dat is nogal een sneer naar de katholieke kerk. En toch is dat jarenlang gewoon gedoopt. Omdat de katholieke kerk heel goed snapte van, luister, de katholieke kerk die was de baas in de wereld, maar met Sinterklaas, dan mogen de kindertjes even zingen Sinterklaas Kapoentje. Niet zo leuk voor de kardinaal, maar hij wist ook, volgende week op zondag met de mist gaan de jongetjes gewoon weer mee naar achter. En dan is de orde van zaken hersteld. Dus een volksfeest is om even stoom af te blazen. Dat is het hele idee, toch? Carnaval niet anders. Ga je carnaval naar Eindhoven en je ziet opeens zie je een of andere gast met een jurk aanlopen en een baard en een hele grote kussen eronder. En die roept, hallo, ik ben B, ik ben zwanger en ik heb een kut. En dan denkt iedereen, oh, dat is Barry. Het is carnaval. Maar Barry snapt ook dat het carnaval voorbij is en hij zit een week later in het PSV-stadion, dat hij niet een roze sjaal aan moet trekken, want dan is hij een vuile kankerhomo en dan moet hij terug. Maar met carnaval, dan mag het eventjes. En daarna doen we allemaal weer gewoon. Dat is het idee van volksfeesten. Zoals ik het altijd begrepen. Zwarte Piet is niet anders. Toen ik klein was, waren Nederlanders nogal bang voor Surinamers. Als je in Amsterdam kwam, dat kan je nu niet voorstellen, dan heb je nu Marokkanen voor me, geloof maar. De Surinamers, echt, er waren allemaal junks en er was Ruud Gullit, maar die was oké. Okay. En zo was het. En er was een ongelofelijke angst. Maar met Sinterklaas, dan mochten de blanke mensen die angst van zich afspelen.
En dan waren ze Zwarte Piet en dat was om met een Surinaams accent. Door helemaal te praten. En dat hele idee was dat het racistisch was. En op een gegeven moment is dat een beetje veranderd. En als dat goed geëvalueerd was, dan zou Zwarte Piet nu met een Marokkaans accent praten. En die dacht, oeh, Marokkanen, want dat is waar we nu bang voor zijn met z'n allen. Zo hoort het volksfeest zich te ontwikkelen. Dus ik ben niet tegen racisme en het hele idee van Sinterklaas is volgens mij racisme. Maar ik vond die column in het NRC ging mij wat ver. Omdat er stond, het heeft niets met racisme te maken. Toen dacht ik, ja, dat is niet helemaal waar. Ik herinner mezelf heel goed het moment dat ik van mijn geloof afviel. In zin, niet het geloof in Sinterklaas, maar het geloof dat het zo'n leuk onschuldig feest was. Dat was toen ik in Maastricht studeerde. Ik heb in Maastricht gestudeerd en op een gegeven moment woonde ik in een studentenhuis en daar had iemand een Sinterklaaspak. En dat, ik weet niet of je ooit een Sinterklaaspak hebt zien hangen, maar dat trekt ongelooflijk aan. Want dan denk je, dat moet ik een keertje aantrekken. En het was ook, het was zo in die decembertijd en ik werd helemaal opgefokt. Ik zag dat pak te hangen. Op een gegeven moment was er een feestje. Ik denk, ja, ik moet wel. Dus ik heb dat Sinterklaaspak aangetrokken. En het is waanzinnig. Op het moment dat je die baard op hebt en die wenkbrauwen, je bent Sinterklaas. En dat geeft ook een gevoel van macht. En ik weet nog, ik moest naar dat feestje toe. Dat feestje was iets buiten, maar schrijf, je moet daar met de bus heen. Maar je kan bijvoorbeeld niet als Sinterklaas eventjes snel naar de bus toe rennen. Dat kan niet. Zodra je buiten bent, voel je bent in functie. Er stoppen auto's, dan gaan de raampjes naar beneden en dan zegt hij, meneer, mijn dochtertje wil heel graag u een hand geven. En dan kan je niet zeggen, ja, ik ben op weg naar een feestje. Hallo, ik ben Sinterklaas. Op een gegeven moment had ik wel door wat je moet doen. Eigenlijk ongeacht wie het is, moet je zeggen, hallo, hoe gaat het met, ik herinner mij nog, Sinterklaas herinnert zich nog, dat jij heel klein was. En toen was jij heel bang voor Sinterklaas. En toen heeft Sinterklaas dingen gedaan waar hij nu spijt van heeft. Dit jaar gaan we het goed maken. Nou, en zo ging het. Zo liep ik door Maastricht. En op een gegeven moment kwam ik bij de bushalte. Ik herinner me ook nog heel goed dat ik de bus instapte. En dat ik mijn OV-studentenkaart aan de buschauffeur heb laten zien. Van, je kan niet instappen. En dat de buschauffeur die zei, en ik was dus even vergeten dat ik Sinterklaas was. Maar de buschauffeur zei, nou Sinterklaas, dat geloof ik wel. En toen zag ik de foto's en begreep ik de verwarring. Nou goed. Ik ging die bus in en toen gebeurde het. In die bus, en dit, wat ik nu ga zeggen, gaat racistisch klinken, maar dat bedoel ik echt niet zo'n soort verhaal belangrijk. Nee, wat ik voor in de bus zaten twee donkere mensen. Ik snap, iedereen denkt van hoezo, die mocht wel voor in de bus zitten. Wat is dit voor tijd? Ja, maar dan snap je hoe gevoelig je eigenlijk moet zijn met dingen tegenwoordig. Nee, maar goed, dus het is voor het verhaal belangrijk. Er zaten twee donkere mannen voor in de bus. Dan moet je weten, in Maastricht, zeker in die tijd, wonen bijna geen donkere mensen. Dat is in Maastricht, zelfs als je niet uit Limburg komt, voel je je al een beetje buiten. Dus dat gaat vanzelf. Mensen snappen van, laat mij hier niet proberen. En soms wordt er eentje, toen in mijn tijd woonde er op een gegeven moment een studentenhuis en boven ons werden opeens twee vluchtelingen geplaatst. Die waren daar duidelijk niet heen gegaan omdat ze dachten, dit lijkt ons leuk. Maar die waren daar terecht gekomen van, dit is beter dan waar we vandaan kwamen. En ik ben er ook nog een keertje op bezoek gegaan, want dat was uit de tijd dat je vluchtelingen nog welkom heette. En ik was een studentje en ik was helemaal, ik wilde die mensen, ik voelde me heel bezwaard. Ik denk, jeetje, vluchtelingen en ik met mijn welvaart. Dus ik had stroopwafels gekocht en ik belde daar aan en de deur ging open. En het stond een hele lange, herinner ik nog, een hele lange, slanke, donkere jongen voor mij. En ik zei, hello, I have bringing you stroopwafels. En dat is iets wat ik altijd heb, zodra ik Engels praat met iemand die niet zo goed Engels praat, dan ga ik uit een soort beleefdheid zelf ook slecht Engels praten. Omdat ik me anders opgelaten voel. Dat heb ik in Frankrijk ook. Dus ik met Fransen Engels praat en dan zeg ik, oh yes, but we are going to the little restaurant. Omdat ik denk, ja weet je, dat ik zo goed Engels kan, dan kunnen zij er niks aan doen. Dus dat had ik met deze jongen ook. Plus, dat ik was een ongelooflijk, weet je, ik was een studentje, ik werkte bijna niet, ik had een leuk leven. En boven mij woonde een jongen die god weet wat ontvlucht was. Dus ik naar met hem naar binnen en ik gaf hem, you know what is stroopwafels? En ik zag hem echt kijken van, ja, ik heb weer stroopwafels.
En you want koffie, zei hij. En ik bijna nooit koffie dronk. Maar ik vond het al meteen onbeleefd om daar dan over te gaan zeiken. Dus ik dacht, yes, thank you. En ik ging zitten. En dat een hele lege kamer. Wat op zich wel klopt. Als je vlug bent, een beetje gek als je dan opeens allemaal met een verhuiswagen. Maar er stond wel een televisie. Dus ik zat op de grond, er stond een televisie en daar stond CNN aan. En op CNN was net iets bezig tussen Israël en Palestijnen. En was niet, zoals we vaker kwam Israël er niet heel goed uit. En dus ik voelde me meteen heel ongemakkelijk. Ik denk, oh god, en toen kwam hij net binnen met die koffie en ik zag hem zo. Hij keek naar de televisie en ik keek naar de televisie en ik denk, ja, wie weet, heeft hij gezien dat ik Joods ben? Ik bedoel, ik had ook gezien dat hij donker was, dus je weet het niet. Dus ik zei meteen van, it's not a good situation. En toen zei hij, yes. They should kill all those Muslims. En dat had ik niet helemaal aanzien komen. Maar later begreep ik dat hij dus gevlucht was. Hij was zelf een christen en hij was gevlucht voor gruwelijke aanslagen. En wat hem betreft, en dat ging mij dan weer ver om alle moslims dood te maken. Tegelijkertijd wilde ik de sfeer niet helemaal verpesten. Dus ik zei, yes, a difficult situation. En toen gingen we praten en dat was een super ongemakkelijk gesprek van you liking me Maastricht? En hij, yes. En toen vroeg hij, so what do you do? En toen voelde ik me helemaal bla. En ik studeerde cultuurwetenschap. En ik denk, wat ga ik nu zeggen? Ik zei, yes, I study cultural sciences with many books. En toen zei hij, I study theoretical physics in Moskou. En toen ben ik opeens heel goed Engels gaan praten. Als dat is hoe we tegenover elkaar staan, prima, maar dan ga ik het ook aan. Maar goed, deze jongen heeft er niet heel lang gewoond, moet ik zeggen. Het was, op een gegeven moment begon hij bloempotten door het raam naar buiten te gooien. En toen is hij afgevoerd. Wie het laatst lachte, lacht het best. Maar goed, dus, niet zoveel donkere mensen in Maastricht, wou ik vertellen. Heftige situatie, twee donkere mannen voor in de bus. Ik loop daarin en er is een oudere Limburgse dame. En die zegt tegen mij, tegen Sinterklaas, over die twee donkere mannen. Nou Sinterklaas, dan kan ze die twee ook metnemen. En ik voelde me opeens zo naar, want ik was niet in een positie om tegen die vrouw te zeggen, wat is dit voor onzin? Want ik zag eruit als Sinterklaas. En eigenlijk had zij wel gelijk. Dat is het hele idee, toch? Sinterklaas die loopt met stel zwart achter zich aan. Maar ik heb wel normaal had ik gezegd van, wat is dat voor idiote racistische opmerking? Maar je kan ook niet met een witte puntkap en een brandend kruis op straat mensen aan gaan spreken op racistisch gedrag. Zo kan je ook niet als Sinterklaas, dat kan niet. Dus ik weet nog dat ik daar op dat moment in die bus besloot, ik ben voor racisme, maar Sinterklaas vind ik toch, dat is niet meer leuk. Dus dat was al het moment dat ik besloot, ik vind het niet zo'n leuk feest. Dus, toen ik op 4 december 2012 de krant gelezen had, in het NRC was ik zo boos, ik dacht, niets racistisch aan Sinterklaas, dit gaat met ver. Dus dan heb ik iets gedaan wat ik nog nooit gedaan. Ik heb mijn abonnement op het NRC Handelsblad opgezegd. Dit is wat ik bedoel met een van mijn meest niet-racistische dagen uit mijn leven. Dus je hebt heel veel dagen waarin je... ik ben niet racist, maar dat ik ook niet heel... Weet je, wat heb je gedaan vandaag? Ik ben wezen zwemmen. Oh, leuk, Micha. Je weet dat er racisme is? Ja, dat weet ik. Maar je dacht, ik ga zwemmen. Zie je, dat is niet heel anti-racistisch. Maar deze dag was echt... Ik bedoel, kom op. Mijn abonnement opgezegd. Dat is heel heftig om te doen. Jarenlang de NRC gelezen, een brief geschreven. Woedende brief. En op een mailtje eigenlijk aan het NRC. Bij deze wil ik u laten weten dat ik niets meer met uw krant te maken heb. Ik vind het eigenlijk walgelijk. Wat is dit voor onzin? Pertinente lulkoek dat er niks racistisch is aan het Sinterklaasfeest. En hier ben ik niet van gediend. En een cent. En dat is heel ongemakkelijk. Want dan krijg je dus 10 minuutjes later krijg je een mailtje terug van de ledenadministratie. Dank u wel. We hebben uw opzegging ontvangen. Aangezien u al betaald heeft, heeft u nog recht op een half jaar NRC. En daarna zullen we het beëindigen. Dus daarna is het alsof je gewoon nog een half jaar seks met je ex hebt. Want dan ligt het hele NRC. Ja, maar ik heb jou niet meer. En dan ligt dit er toch. Maar goed. Maar het volgende probleem deed zich aan. Ik had iets super niet racistisch gedaan. En niemand wist het. Wat ook best zonde is. Ik bedoel, dan doe je eens een keertje iets echt niet racistisch. En ik weet nog dat ik door de stad fietste. En dat ik dacht, ja, kom maar.
En toen kwam ik een vriend tegen, niet eens een hele goede vriend, eigenlijk meer een kennis. Ik zei, hey Micha, kom je even zin met ons, want heb je zin om een kopje koffie te drinken met ons? En ik dacht, nee, ik ken jullie nauwelijks. En dan ben je zo, maar dit is wel een goed moment om te vertellen hoe niet racistisch ik ben. Dus toen zei ik, nou weet je wat, dat vind ik eigenlijk wel gezellig. Ben ik afgestapt en aan tafel gezeten. En nou, er waren drie jongens en ik zat daar dan bij. En toen begonnen we zo een beetje te praten. En ik zei zo voorzichtig een beetje hun eerst van, nou, hoe is het met jullie? En dan ben ik van, trouwens, heeft iemand de NRC gelezen? En nee, dat stond dan in het NRC. Nou, en toen opeens, ik begon en toen zei ik, oh, heb je dat niet gelezen? Nou, deze jongen heeft zijn abonnement opgezegd. Maar laat me één ding vertellen. En toen begon ik het hele verhaal te tellen. En ik zei, maar voor alle duidelijkheid, mij ga je niet vertellen als dit de slijpsteen van de geest is, want zo afficheert NRC. Zegt, nou, dat hoef ik niet te pikken. En ik heb mijn abonnement opgezegd. En ik, opeens was ik, ik had het heerlijk als je gelijk hebt. Dus ik ging helemaal door. En ik ging ook zeggen van, want in Nederland herkent men racisme niet eens meer. Wij leven in een land. En dat is het ergste racisme als je het niet meer ziet. En toen kwam er een aantal voorbeelden gegeven. Van zo'n keertje in een nieuwe revue stond er op de voorpagina een rapper. En er stond onder, ik ben een kankerneger. En toen dacht ik, stel je voor dat je dat naar het Engels zou vertalen. I am a cancer nigger. Dat zou in Amerika best wel moeilijk uit te leggen zijn. Van ja, nee, dat is een heel populair blad. Maar het dieptepunt in Nederland, op het gebied van tijdschriften was, ik weet niet of mensen dat nog herkennen, maar daar begon ik iets over, dat reddetje met Rihanna. Dat was op een gegeven moment een Nederlandse glossy en die hadden een modespecial en hadden ze voor iedere modecategorie hadden ze een andere etiketje. En toen hadden ze voor Rihanna, haar manier van kleden, dat noemden ze dan nigger bitch kleding. En daar was niemand over gestruikeld, dat ik erin dacht van ja, wat leuk, dat is typisch nigger bitch. Maar ze hadden niet aan Twitter gedacht. Dus op een gegeven moment op internet, op Facebook, ik weet niet wat het was, maar op een gegeven moment komt dat berichtje bij Rihanna terecht. En die Rihanna, die las dus dat in Nederland een glossy was, waar zij nigger bitch werd genoemd. En zij werd woedend, al die fans begonnen woedend. Die hoofdredactrice van het blad heeft ontslag moeten nemen. Maar die begreep het nog steeds. Die zei, ja, maar daar was helemaal niks racistisch aan. Zeg ik, maar we wilden gewoon een leuke motorspecial, omdat zij een nigger bitch was. Nigger bitch! Nou, op dat moment moet dat meisje dat café binnengelopen zijn. Dat is wat ik bedoel met context. Dank jullie wel, Brian. Ja, dames en heren, is er nu pauze. Zo'n mensen hebben het al in de gaten erop staan, maar ga wat bestellen, ga naar de wc, doe wat je wil. Maar eerst nog even een heel hard applaus voor alle comedians voor de pauze. Michel Loos!